Goede vrienden, in de 40 dagen tijd zoeken we ons gebedsleven wat te vernieuwen en te verdiepen. Vandaag kiezen we als insteek om op verkenning te gaan in ons biddend hart de titel Bidden is verlangen. Soms hoor je mensen zeggen, bidden dat is toch wel moeilijk, dat is bijzonder, dat is iets voor speciale mensen. Daar heb je speciale methodes voor nodig, je moet daar lang voor leren en oefenen. En dan hebben mensen de indruk dat gebed precies een beetje ver van het gewone leven staat. Durven ze wel eens zeggen, dat is wat levensvreemd. Maar ik zou dat graag ten gronde tegenspreken. Bidden is helemaal niet levensvreemd. Het zit veel dichter op onze huid dan we spontaan denken. Maar daarom een kleine overweging van wie wij mensen eigenlijk zijn. En waaruit hopelijk mag blijken dat mens zijn en bidden enorm veel met elkaar te maken hebben. Misschien mag er wel een gelijkenisteken tussen komen. Een mens is iemand die bidt. Maar laten we het even met jullie wat verkennen. Grote geleerden zeggen over de mens, ja, dat is een bijzonder wezen op aarde. Dat is een wezen dat nooit content is, dat onaf is, dat in zijn hart een groot verlangen draagt. Een verlangen naar meer, naar anders, naar dieper, naar verder. Het is precies alsof we allemaal rondlopen met een reuze grote honger. Een niet te stillen verlangen naar verder, hoger, breder en dieper. Maar laten we even aan die mens vragen, wat verlangt hij? Wat verlangen wij allemaal? Er komen tal van antwoorden, maar uiteindelijk zullen mensen ons zeggen en zeggen we aan elkaar, ja, mijn diepste verlangen, dat is om gelukkig te zijn. Evident. Ik wil een gelukkige mens worden. En als we nog even vervelend doorvragen, ja, maar wat bedoel je daarmee? Je zegt nu dat je verlangt naar geluk, maar waarin bestaat dan dat geluk eigenlijk voor jou? Dan komen weer tal van uiteenlopende antwoorden, maar ten diepste, ten laatste, en bij heel velen zal er gezegd worden, ja, ik verlang gelukkig te worden en dat betekent voor mij, eigenlijk verlang ik om graag gezien te worden en te kunnen graag zien. Om bemind te worden en te kunnen beminnen. En niet een klein beetje, maar heel veel. Ik zou eigenlijk altijd graag gezien willen worden. Zonder dat men daar veel condities, voorwaarden aan stelt. Zonder dat dat een tijdelijk gebeuren is. Maar zonder voorwaarden. Altijd bemind worden, dat zou mijn diepste geluk zijn. En altijd mij ook kunnen geven in liefde aan anderen, zonder veel voorwaarden en zonder daar tijdsgrenzen aan te stellen. Je hoort het, we lopen rond met een enorme, grote honger om bemind te worden en te beminnen. Dat is de reuzenhonger die in ons hart aanwezig is. Gelukkig. Gelukkig dat die honger gestild wordt doordat we mensen ontmoeten, hè? Geliefden en vrienden en kameraden en mensen die veel voor ons betekenen en die ons graag zien en die wij mogen graag zien. We ervaren daarin al soms een heel groot geluk. En toch, goede vrienden, is de ervaring dat niemand onder de mensen de diepste honger van ons hart naar liefde zonder voorwaarden kan beantwoorden. Zelfs geliefden vertellen het ons. Mijn partner, mijn man, mijn vrouw, degene met wie ik het leven deel in goedheid en zorg voor elkaar, toch zijn er momenten dat we elkaar moeilijker verstaan, wat van elkaar vervreemden, dat we toch niet het volle antwoord kunnen zijn voor elkaar op die grondvraag die in ons hart ingeschreven staat. En daar, goede vrienden, zullen gelovigen zeggen, die grote vraag waarmee wij rondlopen, verwijst naar God. Hij is die liefde. Hij is diegene die ons ten allen tijde en zonder aan ons voorwaarden te stellen, hij is diegene die ons bemint.
God is liefde, schrijft Johannes. En de gelovige ontdekt in zichzelf een groot verlangen naar God. Een groot verlangen naar de liefde met hoofdletter. En bidden is niets anders dan dat diepe menselijke verlangen bewust worden. Daar even bij stilstaan, daar even overdenken, daar woorden aan geven. Bidden is verlangen naar God, is verlangen naar de liefde. En dat is dus niet iets wat we moeten speciaal gaan doen of uitvinden. Dat is wie wij zijn. Wij zijn gebed. Wij zijn verlangen naar de liefde met hoofdletter. We zijn verlangen naar God. Goede vrienden, mocht je het meer en meer ontdekken, zoek het niet te ver, maar sta even stil bij de grote hunker van je hart naar liefde, naar God toe. Geef er woorden aan. Zo zul je op een innige manier kunnen bidden.